Mijn officiële titel is private banker, maar what's in a name? Eigenlijk wat ik doe is zorgen voor het financiële en het emotionele geluk van onze cliënten. Het financiële aspect is uiteraard belangrijk, hè? En daar hebben we heel wat expertise voor in huis. Maar is vooral weten wat hen drijft, meestaan in hun leven, in hun familie, in hun onderneming, vandaag, in het verleden en in de toekomst. En daar moet je eigenlijk in de eerste plaats als private banker meer van mensen houden dan van centen. We zijn er voor de cliënten, maar we zijn er vooral door en dankzij onze cliënten. En daardoor kunnen we eigenlijk doen wat we graag doen vandaag en in de toekomst.